Schoolplein, zo je maar wel wat je doet met mij. En iedere keer als je me aankijkt, wil ik alleen maar bij je zijn. We doen voor Jantje Beton en voor die arme mensen die naar Europa komen, omdat hun land is niet veilig. Ja, daarvoor doen wij het ook. En we hebben het al een keer eerder gedaan, maar toen hebben we het gewoon in onze spaarpot gedaan. Maar nu doen we het echt, want omdat we op het jeugdjournaal dat zoiets hebben gezien. En toen leek het mij een goed idee om dat te doen. In plaats van tassen vullen, dat ze ook zelf dingen kunnen kopen wat ze zelf leuk vinden. Ja, want wat heb je nou precies op het jeugdjournaal gezien? Kinderen uit groep 8, volgens mij 8 of groep 7, gingen geld inzamelen. Voor tassen inzamelen met allemaal eten en drinken en speelgoed. En dan naar die arme mensen brengen. In Apeldoorn zijn ook al mensen, dus misschien kunnen we het naar Apeldoorn brengen of zo. Wij willen zingen voor mensen en dan we hebben al wat geld gekregen. En we doen ook, met Jantje Beton boekjes en vlees. Dat hebben we al gisteren gedaan, maar niemand wou dat. Maar nu proberen we het te doen terwijl we zingen. Oké. En wat zijn dat voor boekjes, die Jantje Beton boekjes? Het zijn Jantje Beton en het zijn allemaal lotten. En dan moet je dat invullen en dan krijg je ook dit. Nee, naar huis. Nee, wij gaan gewoon bij vreemde mensen of bekende mensen aanbellen. En dan gaan we vragen voor Jantje Beton. En ik heb er al een boekje voor en dit is mijn tweede. Laat je mij hier alleen of neem je me mee? Oh, dromen, wat moet ik er mee? Oh, dromen, waar brengt ze me heen? Oh, dromen, wat moet ik er zo aan? Want jij bent zo ver bij mij vandaan. Oh, ik kan niet meer slapen zonder te dromen, zonder te denken. Want jij en ik samen, want jij bent zo ver. Dan kunnen ze één lotje kopen en dan kunnen ze €3 van je bank. Ja, en dan moet je bankrekening schrijven en dan gaat er €3 van je bank en dan gaat er dan van je bank. Je kan ook 5 lotten kopen en dan gaan er ook een keer iedere lot €3 af.